hij wordt geïnterviewd door Linda Hilberink, journalist van Tubantia Almelo. En ze is hier in Almelo bij de stadsredactie geweest en daardoor kent ze Randy ook erg goed. Tegenwoordig zit ze op de stadsredactie van Enschede, maar ik ben heel blij dat ze nu hier toch het interview wil doen. Ik wens u een hele fijne avond. Het leek ons aardig om zijn werk eigenlijk te bespreken aan de hand van een aantal foto's, zodat jullie ook meteen zien waar het allemaal om gaat. Want dat is denk ik wel het bijzondere aan jou. Ik denk dat we best team allemaal als kunstenaars hier op een rijtje kunnen zetten, maar dat mensen bij jou de herkenning hebben als ze je werk zien. Dus dat vind ik zelf altijd zeer bijzonder en ik denk dat het ook zo is. Randy, je bent 59 jaar en op jouw cv staat dat je professioneel kunstenaar en illustrator bent. Ja, klopt. Dat is natuurlijk best vaag. Ja, is het ook, hè? Ja. Ik ben eigenlijk een beetje van alles. Ene keer illustrator, een andere keer kunstenaar. Maar op het moment heel veel kunstenaar, hoor. Veel kunst, ja. Ja, veel kunst. Randy, hoe vond je het vanavond om zo op die manier in de picture te staan? Ik vond het hartstikke leuk, moet ik zeggen. Ik had eerst een beetje een zwaar hoofd in. Ik denk, oh, al die aandacht. Maar gaandeweg vond ik het gezellig. Leuk gepraat. Ja. Dankzij Linda ook. Hè. Linda is een leuke en goede interviewer. Ja, ja, kan ook niet anders. Hè. Dat is. Journaliste van vroeger uit. Dus, ja. Kijk, als ik met mijn werk dingen beter kan maken of een positieve energie kan uitzenden, nou, dan probeer ik dat. En dat heb ik dan met dit geweer gedaan. Ja. Maar ja, eigenlijk wel de laatste tijd met veel van mijn werk, moet ik zeggen. Ja. Want je hebt hier in de streek... Ja, wel leuk hoor. Ja. Vrij veel gerealiseerd. We zagen beelden van Bolletje. Ja. Hoe heet dat? Vredestein. Je bent toch wel vaak regionaal bezig. Ja, op Amsterdam na dan, zeg maar. Ja, klopt. En waar zit dat in? Ben jij echt zo'n streekmens? Nee, ik denk dat het... Weet je, als mensen zien dat je werk... Ik zeg altijd, als mensen zien dat er met plezier aan je werk gewerkt is... Ja? Dan ga je dat, op een gegeven moment ga je dat gewoon zien. Ja. En mensen willen dat dan op een of andere manier gebruiken of hebben. Dat is het, denk ik. En ik heb gelukkig een stijl die goed... bij de mensen overkomt, denk ik. Dat is de recensies zijn altijd heel goed. Mensen waarderen het ontzettend. Je zegt net ook, de paarden. Die worden internationaal nog steeds goed bekeken. Ja, klopt. Vooral nu de corona voorbij is. Hè? Ja. Die gaat het weer helemaal overal heen, die paarden. Dus. Waarom wil je een troon maken voor de koning? Ik bedoel, die man heeft stoelen genoeg, zou ik zeggen. Ja, weet ik wel, maar dit is toch lachen. Ik bedoel, het is een beeldscherm. Ja. En dan zie je de koning verschijnen en die verandert dan langzaam in Amalia, weet je wel. Oké, ja. Dat is een schermpje en zo. Ja. En ik zeg een hartje in. Dat gaat tellen, hè, voor de mensen. Hè? Ja, dat hartje gaat aan en uit zo. Boom, 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 weet je wel, weer een hartje. Je bent bezig. Ja, ja. Je hebt een fontein gemaakt. Ja, vertel eens. Ja, ja. Een tijdje bezig met een paar, een groep... zoals ik al zei, prominente Almeloers, zijn we bezig om een fontein te realiseren voor het oude gerechtsgebouw. En we zijn druk bezig om de financiën rond te krijgen. En wat zoek je dan? Grote geldschieters of mensen die... Ja, particuliere geldschieters, bedrijven die mee willen doen en wat bij willen leggen. Ja. En allemaal in naam van... En voor Almelo natuurlijk. En om wat voor bedragen praten we dan? Ja, wat voor bedragen, weet je, een paar ton. Ja. Om dit te kunnen realiseren, zeg maar. Ja, ja. En heb jij ook al de goedkeuring van de gemeente om hem te plaatsen? Nou, ik heb een goede steun van de gemeente zelfs. En de plek is ook bekend. En we zijn constant met elkaar in onderhandeling. En om te kijken hoe we het allemaal kunnen aanscherpen. En om te kijken om het te realiseren gewoon.